Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Momenteel ligt een koufront boven de Noordzee. En zoals je misschien al ziet is die een beetje aan het verpieteren naarmate die steeds verder oostwaarts trekt. Maar er komt heel veel warme lucht vanuit het zuiden onze kant op. En dat betekent dat er ook meteen een onstabiele luchtmassa wordt aangevoerd. En in die onstabiele luchtmassa kunnen met name in deze regio vanavond een aantal regen- en onweersbuien gaan ontstaan. Die dan vervolgens over het noordwesten van ons land gaan trekken. Als ik dat allemaal in beweging zet, dan is dat heel goed te zien. Nu de hoge temperaturen voor het front uit en dan vanavond de buien die gaan ontstaan. En die buien die blijven min of meer over het noordwesten van het land slepen. Want deze hele buienlijn die lijkt in de lengterichting min of meer over het noordwesten van het land te gaan trekken. En dat betekent natuurlijk dat er vannacht, maar ook morgen overdag op sommige plaatsen toch flink wat neerslag kan vallen. En dan moet je gaan denken aan hoeveelheden van 20, misschien wel tot lokaal 60 mm aan toe. En dat zijn dan ook gelijk halve maand het is de bedoeling dat het neerslaggebied morgen al slepend eigenlijk heel rustig naar het oosten trekt. Daarvooruit gaan wel een aantal nieuwe losse buien ontstaan. Dat gaat dan morgenmiddag gebeuren. Want in het noordwesten van het land, daar blijft de temperatuur toch behoorlijk achter. Zo'n 15 tot 18 graden in de meest intensieve neerslag. Dus die 15 graden, op andere plaatsen een graad of 18. Maar aan de koude kant, of aan de warme kant, sorry, van het front... Daar kan de temperatuur nog behoorlijk oplopen. Want in Limburg en in de achthoek, dat is dit gebied, daar zal het zo zomaar nog eens zomers warm kunnen worden. Met 25 tot misschien zelfs in het begin van de middag wel 28 graden in Limburg. En de loop van de dag gaan ook daar die buien overheen trekken, daalt de temperatuur en uiteindelijk de nacht aan woensdag krijgen we opnieuw met een storing te maken. Uiteindelijk donderdag overdag dan trekt de storing geleidelijk weg en vanuit het zuiden gaat dan de zon doorbreken. Daarachteraan komt nog wel een enkele losse bui. Maar de grootste hoeveelheden hebben we dan al gehad. Eerst eventjes naar de actuele situatie, want kijk, lokaal 30 graden in het zuiden van het land. Dat is de eerste keer 30 graden weer sinds 19 juli, dus we hebben er eventjes op moeten wachten. En de temperaturen op de Wadden bleven iets achter met ook een prima 24 graden, daarbij niet al te veel wind. Aan zee is de wind wel naar het westen gedraaid en dat betekent dat koelere lucht het land kon stromen. De temperaturen waren in het begin van de middag een stukje hoger in de kustgebieden, maar zijn inmiddels iets gedaald. Kijk naar bijvoorbeeld naar IJmuiden, daar nog maar 25 graden. Vanavond dan een enkele regen en onweersbui in het westen en noordwesten van het land, met name het noordwesten van het land maakt daar dus kans op. In het binnenland blijft het lang warm, met zomerse waarden van 25 graden of lokaal zelfs nog iets meer. Maar in de loop van de nacht zal de temperatuur een stukje gaan dalen. Maar in Limburg kan het maar zo eens een tropennacht worden, lokaal. Met daar minima temperaturen van misschien wel boven de 20 graden. Dus echt een klamme nacht. In het noordwesten flink wat regen. In het zuidwesten daarbij ook kans op een klap onweer. En verder elders meestal minimumtemperaturen van zo'n 16 of 17 graden. Morgen dan in de noordwestelijke helft van het land echt flink wat regen. Lokaal dus die grote neerslagsommen van misschien wel tot 60 mm aan toe. Wie zal het zeggen? In het binnenland toch eerst wat zonneschijn, later op de dag stapelwolken en dan lokaal een enkele losse bui. Met name in Limburg kunnen dat pittige exemplaren zijn, ook met kans op onweer, hagel en misschien ook windstoten. Voor de buien uit 25 tot 28 graden in het binnenland komen die buien over de regio en komt ook daar de koele lucht aan. Zal ook in de loop van de middag de temperatuur in het binnenland gaan dalen naar een graad of 20. Kijken we in de dagen vanaf donderdag. Dan is te zien dat de temperatuur toch behoorlijk stukje omlaag is gegaan ten opzichte van de eerdere dagen. Donderdag 17 tot 19 graden. Eerst is die regen, later op de dag veelal droog en ook af en toe wat zon. Vrijdag overdag en ook zaterdag krijgen we te maken met een aantal buien. De dagen starten wel droog, maar in de loop van de middag een afwisseling zon, stapelwolken, lokaal dus en enkele bui. Ook dan temperaturen ietsjes te koud voor de tijd van het jaar, het scheelt niet veel. Normaal is een graad of 20 à 21, maar nu komen we uit op 18 of 19 graden. De lange termijn verwachting wat betreft de neerslag, dan is te zien dat woensdag dus echt een, een flinke natte dag gaat worden. Het gaat zelfs de schaal uit. Dan donderdag en vrijdag overdag een paar buien, zaterdag net zo, vanaf zondag wordt het dan een stukje droger. Hoe het na het weekend gaat verlopen is dan nog enigszins onzeker. De temperatuur, morgen dus ja, grote spreidingen in de temperatuur. Dat betekent dat de, dat de grens tussen koud en warm min of meer boven ons land komt te liggen. Ja, vanaf donderdag dan komen we toch echt een aantal dagen in die koele lucht terecht, maar vanaf zondag dan begint het kwik toch weer een stukje bij een beetje te stijgen. Tot en hoeverre de temperatuur nog omhoog klimt, is want na het weekend wordt de spreiding toch alweer snel een stuk groter. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl.